Ik heb ongeluk alleen geopend, maar dat maakt niet uit. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Triforce Heroes. Ik ben er weer. Zelfde Play 20 terug met een nieuwe aflevering samen met... Erik. En Erwin. En ja, in de vorige aflevering hebben we 3 keer de muur van vlees verslagen. Nadat hij nogal moeite had met spannen. En deze aflevering gaan we beginnen met iets heel leuks. Zoals jullie al bij de intro zagen, ik maak per ongeluk een kistje open. En ik heb al 5 titanium parts. Oeh. En dat kwam uit een houten kistje. Dus ik zou zeggen, we gaan eerst allemaal de houten kistjes, we hebben ze eerlijk verdeeld. We gaan eerst alle houten kistjes openen, daarna gaan we pas over naar de iron. En als laatste pakken we de golden crate. Dus ik zou zeggen, openen! Yay! Oh, gooi ik ermee. Nou, ik heb die blizzard in de bottle, die heb ik. Of het tsunami in de bottle. Ik heb hem ook. Oh, ik heb die enchant sundial. Kunnen we een dag skippen? Ik heb ook een sundial. Ja, eentje is al genoeg. Tsunami in de bottle? Ik heb een anker. Oh, tsunami in de bottle. Oh. Waar is mijn anker nou? Oh, hier. Anker. Die heb ik er 2. Nou, die mogen verkocht worden. Zullen we kijken. Ik heb 2 van die boots om snel te lopen, maar die hebben we niet nodig meer. Redor heb ik nodig. Ik zit nu nog stom te doen. Doe het wat vaker. Ik heb 3 Adamite bars en 31 oor. 6 Palladium bars. Ik heb een veel beter idee, jongens. Anders duurt het zo lang voor alles voor te lezen. Ik pak er even een kistje bij. Alles wat we uit die dingen vinden. Ja. Fleuren we gewoon hier even in dit kistje. Ben je eens allemaal mooi? Ik fleur hem even... waarom zijn je niet zo? Jij moet zo. Dat moet erbij, dat moet erbij, dat moet erbij. Die 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 moet erbij. En die moet erbij. En die moet erbij. En die moet erbij. En die moet erbij. Oké, dan kunnen jullie. Oké. Kistje! Oké. Okay. Quickstack. En het kistje is vol. Oh. Nou, ik pak dan het tweede kistje. Ik heb een paar items. Ja, ik pak nog even het tweede kistje. Plus we moeten zo de iron dingen openen. En jij nog een gouden. Nou, gewoon weer eens nog een kistje. Kistjes! Genoeg. Dat is leuk voor de kijkers om nog even in te kijken wat er allemaal in zit. Ben je wel zenuwachtig van me? Nu dan, ja, nu dan. Enorm. Nu dan. Ja. Oké. Okay, Iron Crate Hype in 3, 2, 1, go! Zo. Een Falcon Blade. Oh, dat is een mini zwaardje. Ja, je hebt hem ook al. Flippen potion, weer zo'n enchanted sundial. Nou ja, ik gooi er 4 in. Nee, ik heb niet echt interessante dingen. Weer een tsunami in de bottle. Potion. Mana potion, tartaarsaus. Die heb ik ook. Minotaur. Tinbar, dat is een beetje waardeloos. Nou, in ieder geval ben ik klaar. En dan zal ik alvast eventjes de gigantische golden crate openen. En daar zit in... Silver bars. 2 spelunker potions. Nou, die zijn wel handig. En een turtle mount. Nou, liefhebber voor de turtle mount. Ik blijf liever bij mijn bunny. Bunny hype! Yay! Een turtle is alleen maar handig in water. Als je nog geen mount hebt. Die hebben nu allemaal. We hebben allemaal de bunny. Ik niet. Die moet jij al gehad hebben. Nee, hij heeft nog geen 5 quests gedaan.
Nou, weet je waar? Okay. Ik heb bijna medelijden met je. Vanwege dat ene ongelukkie. Ja, weet je nog, ongelukkie? We don't mention it, maar ongelukkie. Dan weet je al genoeg. Oh, ja, ja, ik weet al. Goed zo. Nou, ik doe heel eventjes alle potions er even uithalen. Dan hoop ik dat iemand anders dadelijk heel eventjes de... Trouwens, nee, ik doe alleen eventjes de potions. En had er iemand nog trouwens een egglet nodig? Want ik zie zelf dat we ook nog hier een egglet nodig bij hebben. Nee, ik heb hem al. Volgens mij heb ik één nodig. Nou, die zit hier nog even in die kist dadelijk. Mining potion, defense potion. Hebben we hier nog potions? Zoveel potions, zo weinig tijd. Oké, mijn inventory zit even vol. Ga ik heel even langs de kistjes. Heel veel mana potion. Die mag bij de healing potion dan. Dat is weer heel erg handig voor... Erwin. Even kijken. Gewone potions, waar zitten we daar? Flipper potion, heal potion. En dan hier nog de healing potions, daar kunnen nog deze bij. Ja jongens, het is echt heel veel wat er in de crate zit, maar wat voornamelijk dus het allerbelangrijkste is wat we daar nou in hebben gevonden, zijn dus die hard mode bars. En ik zit al eventjes te kijken. Want het is best wel veel troep die we hebben. Nou, iedereen kan er een tsunami uit de bottle even uithalen. Wij hebben in totaal... Platinum Ore, dat is gewoon nog pre-hard mode. Palladium... Copper, dat is ook pre-hard mode. Orchicalicum Ore, dat is wel handig. Titanium Ore, dat is later pas. Dat kunnen we nou nog niet maken. Adamite. Ik weet dat je dus een Orgicalicum anvil kan maken. Of een Mithril anvil. Maar ik weet niet wat voor oorzaak we in onze wereld hebben. En dit wil natuurlijk nog niks zeggen. Dus, even kijken. Dit is Adamite. Adamite ore. Dat staat weer gelijk aan Titanium. Het andere was volgens mij Cobalt en Palladium. Dus we hebben op zich best wel heel veel... Wacht eens eventjes. Nee, dit is Orgicalicum. Dit is Adamite. Ho, eens even. Maar we hebben daar toch die Demon Forge. Ik pak heel eventjes dit, want ik denk dat wij al een heleboel stappen kunnen overslaan. Mooi. Dit moet ik dan hebben. Firefly, hoe kom je nou weer aan een Firefly? Zijn jullie weer aan het oh, gooien? Oh ja, ik zat er net een Firefly uit de lucht te halen, maar ik heb hem niet in mijn inventory gekregen. Nou, en iedereen die kan in ieder geval even kijken. 44 gedeeld door 3. Dat is 11 en een beetje. Nou, ik pak er wel 14, pakken jullie lekker de 15. Wat ben ik netjes. Ik hoor toch in de viskamer. Okay. 15 wat? Van de beet. Ja, wij kunnen een anvil maken. We kunnen de geüpgrade anvil maken. Maar waar zetten we die neer? Zit hier nogal vol. Nou ja, je zegt 15, maar ik zie maar 7 master beet hoor. Ik had het niet over de masterbait, ik had het over de over die andere bait, de appreciate bait. Daar zie je de 30 van, dan kun je de 15 van pakken. Ah ja, ik zie ze. Ik heb hier eigenlijk ook nog niet even gekeken. Oh, we hebben hier nog kobold ore, zie ik. German bait zie ik hier inderdaad staan. Daar mag ieder de 7 van. Perfect. Ik pak heel even de oors er heel even uit. Om te kijken wat we daar dadelijk dan allemaal mee kunnen doen. Het zijn ook nog titanium bars. Oh, je hebt me al de masterbait gegeven. Ja, ik heb er 2 ontvangen. Die heb ik nu al verdeeld. De apprentice bait is maar 15. Ja, echt. Maar is altijd handig. Die hoef ik dan niet bij me te dragen. Okay, die gooi ik dan gewoon in de viskist. Kunnen wij met dat spul... Ja! We kunnen al de forge maken! En nee, dat is geen Minecraft reference. Maar hier kunnen we dus zeg maar de nieuwere bars van maken. De Might.
En ik zie hier kobalt staan. Oké, okay, dan heb ik dus nog 4 van die. Dan moet ik het wel even sorteren. Orchicalicum, titanium, anemite. Volgens mij heb ik nou alle oors eruit gehaald, of niet? Nee, ik heb hier nog titanium, zie ik. Sorry. Ik heb hier nog wat van anemite, titanium oors, palladium. En de rest is allemaal nog pre-hard mode. Ik ben namelijk heel eventjes aan het kijken wat namelijk de perfecte aanpak is van om er namelijk gelijk pickaxe van te maken, zodat wij dadelijk alle oors al zouden kunnen minen. Het enige probleem is, ik zie 26, 21, dit is even kijken, palladium, dit is orchicalicum, dit zijn de twee eerdere oors. Dit zijn de twee final oors, welke kleur dat wij hebben dat weten we nog niet precies. Maar ik zal wel even kijken wat kunnen wij er precies van maken. Ik ga even kijken, hier zie ik al armor staan. En een pickaxe, maar dan moeten wij heel even bij de andere anvil staan. Die staat hierboven. Want als wij nou een... Even kijken. 20 titanium bars voor een pickaxe. Die alles kan minen. We kunnen ook al volgens mij... Ik zie hem hier nog niet tussen staan. Ja, is ook 20. Dat is 18. Ik heb 2 van die pickaxen maken, jongens. Oké. Okay. Dus wie wil? Pickaxe is altijd fijn. Nou, ik zou inderdaad een melee'er een eentje willen geven. Want die kan hem ook gebruiken als wapen. Yep. Dus wil jij de titanium of de anemonite? Tijd. Welke was beter? Ik weet niet meer. Even kijken. Deze doet 20 melee damage. Ze zijn allebei hetzelfde. Want het zijn zeg maar... Als je de demon oors gaat killen, krijg je 3 verschillende soorten oors erbij. Dat kan zijn kobalt. Even kijken, ik heb ze hier staan. Kobalt of palladium. Dat kan zijn orchicalicum of mithril, die we op dit moment nog niet hebben. Of anemite of titanium. Nou, op dit moment heb ik dus titanium en anemite, want ja, dat komt dus uit die kistjes. Dat hetzelfde als met de gewone oors. Dus ja, ze zijn eigenlijk volgens mij allebei even sterk. Deze doet 20 melee. Die andere die doet... Oh nee, de andere doet 28 melee. Oké. Okay. Maar het is allebei 190% pickaxe power. Dus ik denk dat jij dan... Is de meeste melee voor mij natuurlijk handiger. Nou, dan zal ik de... Pak ik de... Anemite. Om alvast goed te kunnen minen. En dan heb ik toch nog voor Erwin... Heb ik dan toch nog de kobold pickaxe. Okay. Dan kun je toch ook al mithril mee minen. Nou is het natuurlijk heel belangrijk om hier ook een armor set van te maken. Omdat alles in de wereld wil ons nu dood hebben. Ja. En heel erg snel. Waar ben je? Erwin. Come on. Nou, dan staat hij denk ik daar. Alsjeblieft. Mooi. Nou, eventjes het een en ander nog even cellen. En dan, ik had al een express daarvoor, ik heb hard mode, maar dan zou ik ook even een kistje maken met hard mode ore. Aangezien dat wij nog niet weten welke 3 soorten dat wij hebben. Dus. Even kijken, kobalt is stage 1. Palladium is stage 1. Orchicalicum, dat is stage 2. Anemite is stage 3. Titanium is stage 3. Die mag daar. Titanium oor, die mag dan ook hier. Andersom graag. Nee, ik doe hem wel zo. Maakt niet uit. Lekker belangrijk. En dan mogen we eventjes... Zijn de kistjes al verder uitgesorteerd, jongens? Nee, volgens mij is er verder niet aan gezeten. Ik ga wel eventjes mijn pufferballoen eventjes... pufferfishballoen even ophalen. Want, volgens mij kun je die combineren samen en ook nog eens een keer met de horseshoe. En dan heb ik weer extra accessory slot vrij. En dan krijg je een pink horseshoe balloon. Yay! Oh ja, en dan mag de cloud in de bottle, die mag weg. Die stop ik dan in de accessoireskist. Zit er trouwens nog iets in wat ik kan gebruiken? Je hebt gewoon de green cap. De Luigi pet. Had u gevonden, ja? Had je niet gehoord? Nee. Dat zei hij net, ja. Sorry.
Eens even kijken. Heb ik een. Is er hier een van de items die ik nog eventueel zou kunnen equippen? Misschien dat ik hier nog iets heb wat ik eventueel zou kunnen equippen. Hoeveel kan ik nou hoog springen? Ja, ik ben nu ook blij dat ik hoger kan springen. Oh, dan ken ik weer de Band of Regeneration weer terug. Dat is wel handig. Zeker nou dat het zo dodelijk hier overal is. Tungstenhammer, die kan ik verkopen. Want we hebben nou allemaal zo'n bonehammer. En ik krijg een melding dat de batterij van mijn muis bijna leeg is. Maar die negeer ik nu gewoon. En wat heel erg zonde is, is dat de mini shark nu niet echt meer handig voor mij is. Totdat ik hem kan upgraden, wat nog een tijdje duurt. Dus mini shark, ik hou van je, maar je moet heel eventjes terug. Oké, we hebben dus een nieuwe pickaxe. Deze twee kan ik verkopen. Ik heb hier nog wat silver bars. Die mogen dan ook... Wacht even, zilver hebben we volgens mij niet in deze wereld, of wel? Nee, we hebben tungsten, nee. Dus die kan gewoon verkocht worden. Oké. Hi. Tungsten hebben, die mag weg. Die mag weg. Die mag weg. Ga ik heel eventjes nog kijken wat er in die kisten hier zit. Willen jullie ook nog iets verkopen? Ik geef daar ook wel wat geld of zo. Doe dat maar. Daarom. Weet je wat? Ik doe gewoon loot all. Blijf ik erin. Eens even kijken. Goed. Wil er iemand tartaarsaus hebben? Een nieuwe... dat is een pet. Nee. Is niet per se nodig, nee. Nee? Oké, dan ga ik die verkopen. Wou jij de Light Falcon Blade hebben? Dat is dat mini zwaardje. Nee, verkoop. Running Boots hebben we ook niet nodig. Tataarsaus hebben we niet nodig. Lead Bars. Volgens mij... Hadden wij nou Lead of Iron in onze wereld? Volgens mij lood. Maar ik weet het zelf niet meer zeker. Ja, lood. We hebben lood? Oké, okay, dan mogen we... Dat weet ik bijna wel zeker. Nou? Nee, ik weet het gewoon niet. Punt. Sorry. Ik let even op mijn Twitch tracker. Iron hebben we. We hebben Iron. Iron. Oké, okay, dan mag lood verkocht worden. Wou er nog iemand een tsunami in een bottle? Nou ja, ik heb al... Ja, als je de ballon hebt, dus nee. Had jij al een tsunami, Evan? Ik heb al een cloud en een balloon, dus. Oh, oké, okay, dan mag deze gewoon verkocht worden. Die sundials, daar hebben we er al eentje van staan, dus die mogen ook gewoon verkocht worden. Ja. En dan pakken we eventjes wat hier allemaal nog in zit. Leuk, jullie kistjes. Heel veel werk. En dan gaan we dadelijk heel even naar de corruptie biome en dan kunnen we alvast wat ores inspannen. Dat lijkt me eigenlijk geen verkeerd idee om dat te doen. Nee, dat is heel slim. Want dan zien we namelijk welke ores dat wij hebben. Even kijken, zilver. Wij hadden tungsten volgens mij, of niet? Ja, dat weet ik zeker, want daar heb ik net naar gekeken. Ja. We hebben wel mithril oor, zie ik. Nou, we hebben wat mithril oor, dat is handig. Kunnen we daar wel eventjes naar kijken. Ik zie hier nog wel extra beet liggen, dat is... Nog waarschijnlijk dan voor mij, want die heb ik hier nou niet meer in mijn inventory zitten. Tin ore, dat mag gelijk al weg. Iron, die hadden we. Copper, mag ook gelijk al weg. Platinum weet ik dat we die hebben. En gold ore, ook al is het handig voor potions, we hebben meer als genoeg, dus dat mag ook gewoon verkocht worden. De enkeling mag weg. Schoen mag weg. Tsunami mag weg. Copper bars mogen weg. Tungsten bars, die hebben we in deze wereld. Silver ore kan weg. Er wordt hier met een haak gespamd. Kan weg. dan heb ik hier nog een tsunami in de bottle. Oké, okay, dan hebben we dat allemaal klaar. Dan ga ik hier al even langs ritsen, zo toek. Erwin, jij kan nu van de Black Lens kan je een betere summon maken. Had ik het opgezocht, even kijken, was ook alweer. Als het goed is was het gewoon twee Black Lens en meer dat je niet nodig had. Maar ik weet heel veel niet meer uit mijn hoofd. Voor de optics staff zeker? Ja. Black Lens, Lens, Spoilerball en... SPOILER! Ja, sorry. Je zei het. Ja, daarom. Gaat niet verpest, hè. Ik heb meer nodig dan één Black Lens, dus. Oké. Okay. Nou, ik dacht dat je direct kon wanneer je in hard mode was. Daarom zei ik het. Oké, okay, nou, ik zie in ieder geval, we hebben Adamite, heb ik hier apart staan, dus we kunnen daar eventjes goed in de chat kijken wat dat we gaan spannen. Ik ben klaar om die kant op te gaan, jullie ook? Ja hoor.
Ja. Even kijken, waar zat nou de dichtstbijzijnde corruptiebaai? Volgens mij rechts. Ja, gaan we naartoe. Pas op, het is dangerous to go alone. Nou, de nieuwe pickaxe die zorgen ervoor dat we al de nieuwe ores kunnen minen. Sterker nog dat we al de nog niet eens eerdere pickaxe hoeven te maken. De enige die dat helaas wel heeft is Erwin. Die zou alleen maar tot en met Mithril of Orgi... Oh, ik kan niet uitspreken. Orgorgium. Dank je. Ik vind het een enorme punt. Ik vind het heel leuk hoor. Orgorgium. 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 Goh, ik zei het in één keer goed. Zeg het dan nou nog eens in een keer. Nee! Lukt hem één keer. Orgorgium. Gelijk is hij stil, hè? Ah, ik ben gewoon stil van de trots, hè? Ah. Teach me, senpai. Oh boy. Senpai. Hi. Oké, okay, het is hier heel gevaarlijk, het is hier heel gevaarlijk, het is hier heel gevaarlijk. Nou is het natuurlijk ook eventjes te gaan bedenken, hoe gaan wij met armor? Ik denk dat wij met kobalt of mitra... Ja, ik weet nog niet eens welke oorstand we hebben, dus... Kijk, was dit geen die goed naar beneden? Ja, deze gaat redelijk naar beneden. Demon altars, breken die op! Oh, en een... Oh, help! Ik kan je niet zien. Ik weet niet wat voor beest er zit. Corruptie mimic. Oh. Oh, dat is zo'n extra sterke. Ja. Heen. Oh. Oh! Nee, wat is dat? Daar was hij! Och. Waar is hij nou? Nee, hij zit daar nog. Oh, wees voorzichtig! Hij kan zo'n goed item droppen, ik wil niet wegrennen. Wie staat er vijf? Ah, ik nog. Nu niet meer. Ik ga dood. Verslaan. Oh, vandaar dat ik Demiske ga teleport namen. Ja, klopt. Ja, nou deed hij dat bij mij dus ook. Oh, hij is gedespawned. Nee, hij staat onder het water bij jou. Oh, ik zie hem. Blijf in leven. Wij komen eraan. Waar is de nurse? Hier in het midden. Oké, okay, Blijf leven. Oh shit, ik heb mijn wormhole potion niet in me. Ik wel, kom eraan. Backup! Wormhole. Gebruik je magic missile. Ik weet veel beter, snoeg steken. Oh, hoi! Ah, vandaar, oké. Okay. Concentratie. Nou, als hij daaronder blijft, heb ik er geen problemen mee. Inderdaad. Hij heeft gewoon een kill van ons alle drieën. Ja. Oh! Zo. Nee. Oh, wat dropte die? Oh, ik heb een... ik heb een wormhoek gekregen. Potions. En verder niks. Dus een grappling hook. Yep. Ik had gehoopt op de boog. Oh nee, wacht, dat is de holo die ik wil hebben. Palladium. Oké, we hebben Palladium, Orichalgium. Wees trots. Dus dan weten we in ieder geval dat we dus geen mithril hebben en kobalt hoor. Oh, hoi. Hierheen. Oké.
Ja, meerdere. Ja, deze, dit is die raar gespande. Oh. Dat was niet slim. Wat? Nou, ik zat hem met de verkeerde hamer te raken. Oh, dat doet schade. Ja. Ik heb wel de juiste hamer. Titanium, oh, nice. Alleen die hamer zat niet als eerste in mijn hotbar. Ik heb namelijk ook de Hemex. Die is goed als, als bel en een redelijke hamer, maar ja. Ik zie die eerste palladium. Oh, 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 oh! Kom hier zo'n gigantische worm in één keer erheen. Oh, daar is hij. Oh, 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 oh. Ah, ik heb zoveel gelijk. Oh, dat ding dat doet pijn! Enorm. Daar komt ie. Ik heb hem. Nee, ik denk dat we dat toch bij een andere. Dat we daar wat meer geluk gaan hebben met de Demon Wars. Ja. Yeah. Demon Altars moet ik zeggen. Dit is zo krom gespand hier. Enorm. Maar goed, we hebben er alle drie dus weer een death bij. Oh, hier staat er nog één. Ja. Er is ergens palladium in de buurt. Ja, maar we moeten sowieso nog meer van die altars breken. Dus ik ga heel eventjes, want nou weet ik het uit mijn hoofd nog, welke oors we wel hebben, welke oors dat we niet hebben. Dus dan weet ik welke dus increasen en welke dus niet zullen increasen. Dus wij hebben palladium. Die hebben we. Origalgium hebben we. Mithril dus niet. En we hebben titanium. Dus die zijn nodig. En die andere, die kunnen we dan gewoon verkopen. En ik moet jullie nog steeds geld geven trouwens. Want ja, deze drie die zullen we niet meer vinden. En dat is van 6 of 8 bars. Ik zal heel eventjes nog voor de zekerheid kijken. Maar volgens mij is er niks wat we hier nog van kunnen maken. Dus ik doe heel eventjes eerst teleporteren naar huis doen. Omdat ik de Magic Mirror nog steeds in mijn klauwen heb. Even kijken hoor. Die plek waar we dood zijn gegaan. Ja. Volgens mij had ik daar een platinum coin in mijn handen. Want ik had net bijna 81 gold. Ik ga er een. Ik ga op mee zoeken. En ik heb nu nog maar 3 gold in mijn inventory. En nee, dat komt niet allemaal van die selling af. Voordat ik ging sellen had ik nog 79. Oh, dat zou zuur zijn als ik die kwijtraak. Nou ja, maakt niet uit. Even kijken, wat kunnen we maken? Niks. We kunnen er niks van maken van die bars. Hier spannen natuurlijk hele gevaarlijke beestjes nu. Ik zie het. Ik loop gewoon heel veel door. Hoi. Hoi, ik kom even backup geven. Oh, lopende stoort. Evan! Waar ben je? Ik denk dat hij een computercrash heeft. Ik denk het ook. En laat ons zomaar alleen. Nou, ik zie hier nergens. Oh, ik zie hier geld liggen. Ik weet niet hoeveel. Nou, ik ben hier dood gegaan, dus. Nee. Tenminste, ik zie hier Erwin's een. Nee. Ik ben bang dat we het kwijt zijn. Het zou zonde zijn, maar. Ja, ja, want daar ben je dood gegaan en niet hier zo. Nee, want daar hebben we die mimic verslagen.
Nou ja, dan maar even terug naar basis. Dat zei zo. Het is pijnlijk, maar ja, dat is de wereld van Terraria. Goed, wij hebben dus een paar van die demon altaars kunnen breken. We hebben dus de oors gezien, wat we dus in onze wereld hebben. En dan weten we dus wat ons bij de volgende aflevering te wachten staat. Maar natuurlijk, zoals altijd, nog eerst de comment van de dag. Oeh. Dan gaan we naar part 14. Part 14. Die komt van user. YouTube user. Dutchies GT, zie ik hier staan. Nee, ik zei Dutchies. Luister, ik heb het gecopy-past. Gaan we dan weer die glitch krijgen? Gaan we dan weer vervelend doen? Natuurlijk. Altijd. Ik zei... Dank je, Dutchies GT. En die had geschreven... Ik pak heel eventjes de tekst erbij. Zo. Nice video, ga zo door. Jij verdient wel 100.000 subs. Smiley face. Ah, dankjewel voor de complimenten. Vind ik heel erg aardig. Nou, je staat in ieder geval op de wall of awesome comments. Enorm bedankt voor de support natuurlijk. En bedankt voor de leuke reactie. Dus ik zal even op 7 drukken, want anders moet ik het eigenlijk weer opnieuw gaan doen. Ik heb part 12 trouwens, zoals jullie zien, die staat er ook netjes bij. En part 11, die heb ik dus netjes part 11 ook netjes opgenoemd. Dus dat is zo geregeld. In ieder geval, daarbij wil ik het laten. Erwin die heeft heel eventjes een disconnecting probleem. Maar die is natuurlijk ook heel erg blij in deze aflevering dat we zoveel voor elkaar hebben gekregen. Dus... Heb je een leukste momentje, vragen, opmerkingen? Je kunt ze kwijt in de reacties beneden. En misschien wordt jouw comment wel geselecteerd voor een van die gave bordjes. En laat een like achter als je er natuurlijk de tijd voor hebt. Met dat denk ik dat ik af kan sluiten. Mimmi, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Nou, ik zal wel doei zeggen voor Erwin dan. Doe jij een dubbel doei zeggen, maar heb je ook nog iets voor jezelf te zeggen? Doei doei! Nee, gewoon iets te zeggen voor de doei. Oh, Magic Carp! Nee. Oh. Karp. Oké, dat dus. In ieder geval bedankt voor het kijken, jongens. Doei!